wedstrijd tussen AS Eupen en KV Oostende. Allebei kregen de twee ploegen van vanavond een serieuze tik vorige week. Ze leden elk hun allereerste nederlaag van het seizoen. En dit zijn de elf van de thuisploeg. Danny Jost pakt ook vanavond uit met zijn bekende kerstboomtactiek. Zo ziet hij het graag. Met Aubameyang als diepste man. Daarachter Matthias Lepier. En dit zijn de elf. KV Oostende nog altijd zonder Thor Laleman, die disciplinair geschorst is. Was enkele keren te laat gekomen op training. En dat kon er niet door voor Thierry Pister, de coach van KVO. En Aguilar. Aguilar probeert het van op afstand. Aubameyang terugleggen. Coriné met het schot. En een eerste mogelijkheid in de wedstrijd voor Jérôme Coriné. Koussement. De jongste man op het veld met zijn 18. Issa. En bijna de 0-1. Uitstekende mogelijkheid was dit voor KV Oostende. Mukulu kan die eens proberen. Benjamin Mukulu. Met de kans voor KVO. Elegbi was de man die hem aangaf. Hier goed meegenomen op de borst. En dan met links afdrukken. Probeert de bal nog binnen te houden. Dat lukt hem ook. Aguilar, dat is goed gedaan van de Paraguayaan. Aguilar met de voorzet. En goede tussenkomst van Delwarte. Le Pillet. Steekbal voor Coriné. En opnieuw Delwarte. Hij houdt Oostende op de 0-0. En weg kans. Bal onderschept. Le Pillet. Le Pillet nog eens uithalen met rechts. Dit keer wel goed gekadreerd zijn schot. En opnieuw goede tussenkomst van Delwarte. Milicevic met een nieuwe poging. Het is een goede en de goal. Willy Aubameyang. Het lukt hem dan toch. Nog maar zijn tweede van het seizoen. Maar dit keer is het raak. Niks tegen in te brengen. Tegen deze goal van Willy Aubameyang. En zo staat het 1-0. En kijk eens hoe blij hij is. Na al die kansen, zeker vorige week tegen Oud-Heverlee Leuven. Had vaak de goal aan de voet, maar kon niet afwerken. En heel knap gesprongen. Perfecte timing van Aubameyang. En perfect binnengekopt, onhoudbaar. Een hoekschop. Met bij hem in de buurt, Elegbi. Het is een goeie en de goal. De gelijkmaker is een feit. En zo staat het 1-1. Twee doelpunten zagen we van op hoekschop. Het is Ziric die het afmaakte hier met het hoofd. En zo kunnen we weer opnieuw beginnen. Zelfde fase, maar dan aan de overkant. Ziric die het hoogste springt. En bal belandt in het dak van de goal. Heel goed gedaan van Ivica Ziric, de Bosnische Kroaat van KV Oostende. Peke werkt weg. Coriné, Jandoli. Jandoli in de box en de goal van Obradovic, jawel. Bij Eupen stormen ze allemaal het veld op. Marco Obradovic, de gouden wissel was het van Danny Oost.
En wat zegt Wouters? Hij keurt hem op. Doe fout, zegt hij, van Kotschabas. En dit is een gewaagde beslissing. Ost woedend. Doelpunt afgekeurd. Danny Ost was al bijna in de middencirkel om die goal te vieren. En zo blijft het 1-1. Nog eens kijken. Er was al wat geduw en getrek. Jan Dolly brengt de bal goed voor. En dan zie je meteen protest bij Delwarte. Nog eens kijken. Jan Dolly. Obradovic. On va voir sur les images pour le dernier goal. C'est assez incroyable. Je pose des questions, c'est inimaginable. C'est... Enfin, parlons de football. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire dans ces cas-là. Je pense qu'on a vu une équipe de peine en première mi-temps excellente, avec beaucoup d'occasions de but. Puis deuxième mi-temps aussi. Enfin, on connaît la qualité, bien entendu, d'Ostante, mais... j'estime qu'aujourd'hui, ce match, on devait le gagner en tout cas.